En we gaan weer van start. Welkom terug. In dit laatste gesprek zoomen wij in op de beleidscontext voor participatieve kunstpraktijken. Toch minstens ook met de vraag in hoeverre is het nog mogelijk dat individuele kunstenaars of kleine collectieven die vandaag starten een participatieve kunstpraktijk kunnen ontwikkelen en uitbouwen zoals dat 15 jaar geleden kon getuigen deze organisatie waar we zitten. En hoe kunnen participatieve kunstpraktijken zich verhouden tot, het huidige kunstenbeleid? Die vragen gaan we stellen aan theatermaker Katrien Lohman, die rechts van mij zit, en Bart De Vos, raadgever kunsten van het kabinet van minister Jan Jambon. Katrien, ik ga met jou starten. Een project van jou is recent in de laatste subsidieronde toch gesubsidieerd geraakt. Een erkenning die denk ik niet te vroeg kwam, want jij wilde nog niet lang geleden de handdoek in de ring gooien. Vertel daar misschien iets over, wat doe je precies en hoe ervaar je het als moeilijk toch, hè, om een duurzaamheid, om continuïteit in die werking te kunnen opbouwen? Ja, hallo. Ik doe sinds enkele jaren een project in de Antwerpse gevangenis op de psychiatrische afdeling. En dat is een radioproject. En hoe moet ik nu op die vraag antwoorden? Het is een structurele werking die helemaal is afgestemd op een heel specifiek doelpubliek. En ook in samenwerking met het team wat daar werkt. En wat ik heel frustrerend vind, is dat ik voor iets wat dat heel duurzaam is uitgericht, heel structureel is uitgericht, dat is echt een wekelijks atelier. Dus wekelijks maak ik opnames, ik creëer met mensen en wekelijks monteer ik dat tot een podcast, zeg maar. En toch werk ik de hele tijd met projectmiddelen. Dus we hebben eens 10.000 euro van Stad Antwerpen. We hebben 3 keer ondertussen al projectsubsidies gehad. Het kunstendecreet, functieparticipatie dan. Dan een keer niet. Dat betekent voor mij, een keer niet. Dan zal ik dat project gewoon een aanvraag opsturen tot verlenging. Mij minder uitbetalen. Zorgen dat dat project wel kan doorgaan. Zodat het misschien toch nog eens naadloos kan aansluiten bij een volgende ronde voor die projectsubsidies enzovoort. En in het begin is dat leuk dat je überhaupt subsidies krijgt. Maar ondertussen doe ik dat 6 jaar. En ik werk met 40. Ik werk met dagcontracten. Dus niet alleen niet-blanke kunstenaars zijn ook gefrustreerd over de manier waarop dat dit soort werk ook verloond wordt. Hè. Wij zijn niet verbonden aan een structuur of een huis of ik weet niet wat allemaal. En het lukt wel, maar wat er denk ik echt wel ontbreekt binnen zeker de participatieve sector, is dat er ook duurzame subsidiemogelijkheden zijn. Want veel participatieve praktijken zijn juist structureel of hebben baat bij structurele aanbod. Ja, zeker of ja, als ik het over mijn doelgroep heb. Als er eens iemand 6 weken een project in de gevangenis doet, die geraakt niet op vleugel F. Die kan daar niet geraken, want daar zitten zwaar gestoorde mensen soms, of met hele rare feiten, mensen die ontwikkelingsvatbaar zijn. Die kunnen zich niet zomaar even inschrijven voor een kunstproject of zoiets. De drempel is veel te hoog. Hè? Dus zeker in mijn geval zou een duurzamer financieel beleid wel helpen om dat te blijven doen, want ik denk wel dat het een heel waardevol project is. Mm-hmm. Wat ook een artistieke finaliteit heeft. Ja, is het een kunstproject? Ik vond een heel goed woord van Seppe. Ja, het is echt een participatief project in die zin dat deelnemers zelf creëren, schrijven, zingen, vertellen. En ze mogen doen wat ze willen. De een wil zijn levensverhaal vertellen, iemand anders wil André Hazes zingen. Iemand schrijft, sommigen schrijven heel goed, sommigen schrijven heel raar, sommigen schrijven heel grappig. Het is echt over diversiteit gesproken. Sommige mensen kunnen niet schrijven en niet lezen. Sommige mensen zijn zwak begaafd. Sommige mensen spreken geen Nederlands. Dus het is echt zeer divers. En uit deze potpourri van diverse verhalen en ook diverse talenten maak ik dan een radio-uitzending. En ja, ik vind dat sommige uitzendingen echt ook goed zijn of goed gemaakt. Ja. En waar kunnen wij die beluisteren?
voor de mensen? Een paar keren zijn we al op Radio 1 geweest, dus dat kan je dan herbeluisteren via Radio 1 of via onze website kan je dat beluisteren of via alle podcastkanalen van de wereld kan je dat beluisteren. En één keer per maand op Radio Centraal, dat is een lokale zender in Antwerpen, waar ik dan naartoe ga en dat uitzend. Ja. Mm-hmm. Oké, dat is al een beetje een antwoord op het duidelijk probleem eigenlijk. Hè? Het probleem van die duurzame financiële omkadering eigenlijk. Hè? Ja, voor iets wat duurzaam is. Want ik ben hier natuurlijk niet uitgenodigd om te vertellen hoe waardevol dat culturele participatie is enzovoort. Hè? Maar echt over dat beleidsstuk. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, wat moet ik dan vertellen? En dan denk ik dat dat toch wel echt iets is. Ik heb geen verstand van beleid, hoor. Ik wil het, maar... Wat er in de vorige ronde ook werd gezegd, het gaat over waardering. Het gaat over waardering van de periferie of wat in de periferie gemaakt wordt. Het gaat over een andere manier van denken tussen groot en klein. Wat mij dus ook altijd heel erg stoort, is zo alsof ja, inderdaad kleine spelers er zo bij worden genomen. Terwijl de waarde van heel wat kleine of onconventionele spelers, of dat die nu participatief werk maken of gewoon eender wat voor werk, dat is zeker in België, dat zo'n traditie heeft van off-scene, vind ik zo idioot dat dat totaal aan het verdwijnen is uit het subsidiebeleid. Want België is ongelooflijk dat zo, en Vlaanderen is zo'n klein land, zo vertegenwoordigd is, of zoveel festivals... niet over participatie, hè, maar gewoon... Dat komt echt omdat België een traditie heeft van een gesubsidieerde off-scene, wat in Duitsland niet bestaat. En ik heb het gevoel dat wij met beleidskeuzes die nu worden gemaakt op zo'n scenario afstevenen, op de grote huizen, de grote witte blanke regisseurs, nog altijd. En dat, terwijl België zou zich moeten bezinnen op zijn traditie van off-scenes, ja. Het is natuurlijk, voor participatie en voor duurzaamheid, ja. Het is natuurlijk Vlaanderen in dit geval en niet België dat zich moet Dat is helemaal treurig, natuurlijk. Maar ik ga misschien de bal ineens doorspelen naar Bart, maar toch meteen specifieker maken. Kan je ons even meenemen in dat beleidskader rond participatie? En ja, hoe kijken jullie naar die functieparticipatie binnen het kunstendecreet? Misschien ga ik het gesprek eerst een klein beetje opentrekken. Niet dat ik niet wil antwoorden, daar zijn we zeker op terug. Maar we spreken hier heel de avond over participatie. En ik heb eigenlijk een tweetal thema's die grosso modo binnen de functie participatie binnen het kunstendecreet aan bod komen gehoord. Participatieve kunstpraktijken, sociaal-artistieke werkingen. Maar we hebben ook nog altijd de kunsteducatieve activiteiten die ook binnen die functie zitten. En ik denk juist dat dat een van de sterktes is van die functie. Daar zit heel veel in, ook de zwakte, maar ook de sterkte is, daar zit heel veel in. Ik denk dat het juist belangrijk is om die veelheid ook heel helder te maken. Ook die mogelijk te laten zijn. Dat is ook onze ambitie om gewoon die functie ook te laten bestaan. Ik had gisteren nog een gesprek met andere vertegenwoordigers uit de sector rond die thema. Daar pleiten ze ervoor om die functie eigenlijk onder te stoppen onder de andere functies. Ik zeg, ja, dat gaan we nu vooral niet doen. Misschien is dat een droom voor binnen 10, 15, 20 jaar dat die functie eigenlijk niet meer nodig is. Het is daar straks ook gezegd geweest. Maar wij gaan op dit moment, bij de hervorming van het kunstdecreet, die functie laten bestaan. Dus we gaan die vijf functies die daar straks zijn genoemd laten bestaan. We zijn wel bezig met een hervorming van het kunstdecreet. Omwille van enkele redenen. Eén, een opmerking die eigenlijk al jaren teruggaat, is ja, er is eigenlijk geen oog voor landschap. Dat is één aspect. Dus dan kunnen we zeggen, oké, we moeten dat wel eigenlijk structureel gaan inbedden in de manier van omgaan met beoordelingen. Als we zouden zien dat er een theater of wat dan ook, of eigenlijk dat 10 theaters met hetzelfde onderwerp bezig zijn, ja, dan is dat een beetje raar dat je al die 10 blijft ondersteunen. En dan moet je eigenlijk gaan kijken en lezen zeker de visienota van de minister, waar dat de meerstemmigheid in al zijn opzichten, en zo hebben we het ook heel bewust genoemd, aan bod zouden kunnen komen. Dus die landschapszorg, dat is een van de redenen waarom dat we het kunstendecreet ook gaan wijzigen. En een tweede reden is, en er wordt hier, en ik hoor dat wel vaker, een tweedeling gemaakt tussen klein en groot. Dat is niet zozeer van belang, vind ik. Maar er is wel een vraag van sommige spelers om een duurzaamheid te hebben op langere termijn.
Zeker voor internationale samenwerking is dat heel belangrijk om op lange termijn te kunnen werken. En dan hebben we ook gezegd van oké, maar die vraag is eigenlijk legitiem. Dus daar moeten we een antwoord op proberen te vinden. Dan hebben we de kerninstellingen in het leven geroepen, waar dat ook nog heel veel gesprekken over lopende zijn. En een van de zaken die we bij die kerninstellingen gaan doen, is hen verplichten. En je kan er voor of tegen zijn om minstens 3 functies op te nemen. Maar ik vind dat heel belangrijk, ook om vanavond om te zeggen. Er zijn stemmen ooit opgegaan om dat enkel te doen voor productie en presentatie. Dat was ook een keuze geweest, maar wij kiezen er heel bewust voor om niet enkel op die 2 grote of zwaardere functies, zoals ze dikwijls worden genoemd, in te zetten, maar ook op de iets minder zichtbare functies, zoals participatie, zoals ontwikkeling, zoals reflectie, om daar ook op in te zetten. En wij hopen natuurlijk op die manier om dat ook structureel in het veld te verankeren, want wie dat de principesnota heeft gelezen, die we, wanneer hebben we... half augustus hebben bekendgemaakt. Daar staat ook in bij de kerninstelling dat we eigenlijk gaan proberen om niet alleen de functies aan bod te laten komen, maar ook de disciplines, zodat we eigenlijk een heel schone matrix zouden kunnen leggen, dat eigenlijk alle mogelijke disciplines, functies en zelfs regionale spreiding aan bod kunnen komen. Dus dat zijn wel elementen die gaan meespelen en die eigenlijk zouden we moeten zorgen dat we participatie niet in een hoekje gaan duwen of dat we dat naar de uitgang gaan duwen. Dus dat zijn wel, denk ik, belangrijke elementen. Maar wat is volgens jullie dan de finaliteit of de echte functie van die participatie? Het noemt functie participatie. Soms vind ik dat mooi om je daar eens aan te herinneren, of ons daar eens aan te herinneren. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is de visie daarop eigenlijk? Maar ik denk dat we heel duidelijk... Want we gaan naar de technische zaken van het decreet gaan. Hè. Want daar gaat het dan verder in verduidelijkt moeten worden. Er is een verschil tussen de functie participatie en participatie in het algemeen. Mm-hmm. En dat is een begripsverwarring. En we gaan daar moeten proberen om enigszins duidelijkheid daarin te scheppen. De vorige structurele ronde was daar heel veel begripsverwarring rond. Dus 5 jaar geleden ondertussen. Dat is ondertussen met die studie van de Karel de Grote Hogeschool, wel bijgesteld. En daar zijn duidelijkere elementen naar voren gekomen. Oké, maar wat begrijpen we nu onder participatie? Want het zoeken naar een diverser publiek behoort daar dus niet bij. Ik vind dat een heel belangrijke om te benadrukken. En dat komt een klein beetje tegemoet aan de vraag van daar straks. We moeten wel nadenken over het publiek, maar dat zit niet in die functieparticipatie. In die functieparticipatie zit... En ik heb de 3 grotere blokken al genoemd. Sociaal-artistieke werkingen in zijn breedheid. Kunst-educatieve werkingen in zijn breedheid. En dan participatieve kunstprojecten. Laat me dat de 3 grote blokken noemen. Maar dat is wel heel belangrijk om dat onderscheid te maken. En dat onderscheid ook, wat mij betreft, zelfs nog wat scherper te krijgen. De vraag is, hoe definieer je die zaken? Want voor elke definitie die je op tafel legt, kan je sowieso tegenargumenten verzinnen of tegeninbrengen. Wij doen dat eigenlijk constant, nadenken van oké, maar als je dit nu zeggen, wat is dan het tegenargument of is het wel helder om het op die manier te formuleren? Maar dat onderscheid moet wel heel helder zijn. En eigenlijk is het de opdracht van iedereen om ervoor te zorgen om publiek in de zalen, zeker bij presentatieplekken, om dat zo divers mogelijk te krijgen. Dat ga je ons nooit horen zeggen. Dat zal mijn minister ook niet uitspreken. Maar dat is nog iets anders dan die functieparticipatie, die breed, wat mij betreft, mag blijven ingevuld worden. En dan is het aan jullie creativiteit om die zo goed mogelijk in te vullen en zo goed mogelijk dossiers uiteraard daarom te schrijven. Mag ik eens even de link met de visienota en jouw verhaal, Katrien? In welke mate beïnvloedt die strategische visienota het werk van kunstenaars en organisaties die inzetten op participatie? En dan voornamelijk de eenmansinitiatieven of kleinere participatieve werkingen? Vanuit die duurzaamheid, ik denk dat je het verhaal van Katrien verstaat en zo zullen er heel veel zijn. Of de visienota nu rechtstreeks invloed gaat hebben daarop op heel korte termijn? Nee. Een visienota is een beleidsdocument waarin het minister zijn visie naar voren brengt. Maar uiteraard is dat wel de basis van waar wij verder werken om onder andere het decreet aan te passen, andere initiatieven te nemen die tegemoet kunnen komen aan de verzuchtingen, bij wijze van spreken, in de visienota.
Dus in die zin heeft dat op lange termijn wel effect. En we zijn op verschillende paden bezig. Hè. Het statuut van de kunstenaar. En heel, ook daar zijn we initiatieven aan het nemen. Maar dat heeft gewoon zijn... Dat heeft, wie dan in beleid zit, die weet dat. Dat heeft tijd nodig. En soms meer tijd dan we allemaal willen. Maar die tijd ja, die is wel noodzakelijk om het werk ook goed en grondig te doen. Helaas. Maar is er nog ruimte in het veld? Allee, ik ga even naar... Dus je zegt die grote kerninstellingen willen een soort duurzamer contract. Hè? Dus de vraag is eigenlijk, is er nog ruimte in het veld voor kleinere initiatieven zoals die dit? Die ook graag een duurzaam. Ja, die ook duurzaamheid, misschien niet omdat ze internationaal willen werken, nee, maar omdat ze sociaal duurzaam willen werken, bijvoorbeeld. Hè? Of al werken. We moeten ook de context goed mee hebben. Zeker corona, zeker nu, dat budgetten niet gaan verdubbelen, ja, dat kan ik u al wel met zekerheid zeggen. Dus zelfs budgetstijgingen op dit moment zijn zeer moeilijk te realiseren. Dus we zitten met dat gegeven, laten we vanuitgaan dat het budget blijft wat het is. Ja, dat betekent dat we bij de volgende rondes keuzes gaan moeten maken. En wij zijn ons daar heel hard van bewust. Dat zijn heel moeilijke keuzes. Want er wordt dikwijls gezegd, ja, een subsidie krijgen is een soort van erkenning. Ja, dat hoeft niet noodzakelijk te zijn. Een subsidie, ja, dat heb je eigenlijk nodig om te kunnen werken. Dat is toch een verschil in manier van daarnaar te kijken. En zeker omdat we hebben gezegd, we willen ook instroom mogelijk maken. Dat is eigenlijk een ambitie die we hebben geformuleerd. Maar instroom mogelijk maken binnen dezelfde soort budgetten, dat betekent keuzes maken. En die keuzes gaan we moeten maken. Maar die gaan ook pijn doen. Hè. Bij de organisaties waar we keuzes in zullen maken. We zullen daar ons uiteraard goed door laten adviseren. Maar het is wel de ambitie om die instroom toch ook mogelijk te maken. Want anders zitten we een bepaalde... Een van die visiepunten was dus ook van dat organisaties gehonoreerd zouden worden als ze meer zouden inzetten op internationalisering. Hè. Dat is, zonder dat je dat hoeft expliciet te zeggen, voor de meeste participatieve praktijken natuurlijk A, niet echt interessant om te doen, B, vaak onmogelijk. Dus dat sluit... Nee. Ja, als ik daar iets over moet verzinnen, dan moet ik het echt gaan verzinnen. Nee, want we hebben daar... En bij een snelle lezing kan ik me voorstellen dat dat zo blijft hangen. Internationalisering kan wat ons betreft, en ik ga het een beetje anders zeggen, 3 dingen betekenen. 1, internationale opvang van uitstraling. Je hebt 2, de instraling, dus naar hier proberen te halen. Plus, en dan citeer ik wel even, want ik vind het wel een hele belangrijke. Ik maak van internationalisering, het komt uit de visie nota kunsten, ik maak van internationalisering een aandachtspunt voor de verschillende segmenten van het kunstendecreet heen. Daarmee bedoel ik dat onze ambitie moet zijn om alle projecten en structurele werkingen te meten met onze internationale peers en niet enkel met onze Vlaamse gelijken. Daar zit een heel belangrijke crux in. Dus we zeggen niet dat iedereen internationaal moet gaan werken. We moeten alleen zeggen van kijk, en dat wordt ook dikwijls gezegd, we zijn goed bezig en wij geloven dat ook. We hebben dat ook heel nadrukkelijk erkend. Jawel, maar laten we dat ook expliciteren en laten we echt daar naar buiten mee komen van oké, we zijn niet alleen hier in Kortrijk goed bezig, maar we zijn eigenlijk Vlaams of zelfs liefst ook... En dus daarmee dat ik het even citeerde, ook ten opzichte van onze buitenlandse collega's zijn we heel goed bezig. Dat is gewoon een andere, bij wijze van spreken, een andere mindset. Van, oké, het is niet de kerktogen die het referentiepunt is, maar het is eigenlijk, ja, pak voornamelijk dan... Maar dan heeft u toch criteria van wat goed bezig zijn betekent? Waarom is goed bezig zijn per definitie internationaal? Het is dat je u duidelijk kan vergelijken met andere projecten. Ja. Dat is de maatstaf die wij daar ook duidelijk hebben en daarvoor voorgebracht. Juist omwille van het feit dat bepaalde reflectie, hetzelfde is bij reflectie, maar dat is ook heel moeilijk om dat te gaan internationaliseren. In sommige vlakken niet. Ik bedoel, tijdschrift is dat weer anders. Maar juist het vergelijkingspunt niet alleen in de kerktoren van Kortrijk, maar Europa te leggen, dat willen we heel nadrukkelijk gaan doen. Ja. En eenzelfde puntje als internationalisering is het inzetten op eigen inkomsten van organisaties. Hè. Dat is dan niet dat misschien voor minder voor individuele projecten, maar zeker ook voor kleinere, voor ja, alle organisaties die in het participatieve veld zitten, denk ik niet zo evident. Hoe kijk je daarnaar? Of hoe belangrijk is dat precies?
Op dit moment hebben we daar geen wijzigingen in voorgesteld. Het, op dit moment dus, voor alle duidelijkheid. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. We hebben altijd ook gezegd van de zelfredzaamheid van de kunstenaar en ook het ondernemerschap in de sector willen we gaan vergroten. Maar dat kan je op heel diverse manieren doen. Dus ik vind ook dat... het is niet alleen de ticketverkoop of de deelnemersbijdrage. Uiteraard is dat voor sommige doelgroepen niet aan de orde. En dat gaat ook niet. Maar ik kan dat ook op andere manieren gaan doen. Wat ik ook trouwens meeneem uit het eerste gesprek, en ik denk dat we dat echt wel op moeten gaan inzetten, en dat heeft ook met de eigen inkomsten en het Europese verhaal te maken, of het internationale verhaal, is dat we onze expertise die we opbouwen, en we zeggen altijd dat we heel goed bezig zijn, en ik geloof dat oprecht ook, dat er heel veel organisaties, kunstenaars heel goed bezig zijn, is om die expertise te gaan delen. Om echt ook te gaan delen, oké, wat werkt er concreet? Wat werkt er ook niet? Dat ook gaan benoemen. Om dat te gaan doen. En dan gaan we ook nadien dat op Europese schaal kunnen gaan uitdragen. En daar zijn ook middelen voor. Er zijn absoluut middelen voor, ook Europees, om zulke zaken te gaan doen. Dat is een van de zaken waar Europa op wil inzetten. En dat is ook een manier om uw eigen inkomsten verder te gaan vergroten. Dus ik denk dat het een heel scala is van mogelijkheden die daarbij kunnen helpen, zonder dat ik uiteraard vandaag kan zeggen het zal dit of dit of dit voor die of de andere werking zijn. Maar ik hoor dus toch, als ik mag concluderen, dat er enige nuance zal zijn in de manier waarop er dan naar gekeken wordt met die... Maar die nuance zat er vanaf de visienota volledig in. Dus die staat daarin. Dus ik snap de verwarring soms, maar die staat er wel degelijk in geschreven. Ja. Juist omwille van het feit dat die nuance in het debat soms zoek is, hebben die er wel in geprobeerd om die in de visienota erin te zetten. Wat er niet in stond... ik heb het nu ook niet helemaal gelezen, natuurlijk. Hè. Zoals iedereen het wel leest, waarschijnlijk. Maar... Of ja, u natuurlijk uitgezonderd. Dat is wel jammer om te horen. Maar wat ik in ieder geval dacht niet te lezen, was dat er iets in stond over cultuur terug meer deel te laten uitmaken van wereld of andersom. Hè. Hetgene wat Sepp ook in het begin van ons debat zei, ik heb het opgeschreven, haalt theater terug aan de wereld geven. Ja, dat vond ik mooi. Ik verwijs naar hoofdstuk 8. Kunst als gemeenschap vormende hefboom. Oké. Ja, ik vind ook dat staat erin. Waar dat sociaal, artistiek, kunsteducatief, die linken met die maatschappelijke drempels, die staan heel expliciet erin. En we zijn zelfs de visienota begonnen met te zeggen van, kijk, dit is geen exhaustieve opsomming van alle mogelijke initiatieven die ze kunnen nemen. Dus we gaan keuzes maken. We hebben daar echt 9 pijlers naar voren gebracht, maar als één van de pijlers van 1 van de 9, kunst als gemeenschapsvormende hefboom. Okay. Dus eigenlijk komt het helemaal tegemoet aan uw vraag. Mooiere titel voor de volgende visienota. Credits to Seppe. Theater terug aan de wereld geven. Goed, misschien een bezorgdheid van het werkveld, denk ik, rond participatie, is de middelen, hè, zoals we het hier al gehoord hebben, of duurzame erkenning. Die functie participatie, je kan het moeilijk zeggen eigenlijk hoeveel middelen er naartoe gaan. Ik bedoel, wij kunnen de middelen van de organisaties die gesubsidieerd zijn en hoeveel ze krijgen natuurlijk wel vinden. Maar we kunnen eigenlijk moeilijk analyseren hoeveel middelen gaan er nu eigenlijk naar participatie. Gewoon een open vraag. Doen jullie daar enige monitoring rond? Of hoe bekijken jullie dat? Voor de vorige structurele ronde weten we het wel. Toen hebben we... was 7% uitsluitend ingediend op participatie. Ik heb wat cijfers meegebracht. Met 3,7% van de toegekende middelen. Maar dat is voor diegenen die exclusief of participatie hebben ingediend. Om diegenen die het inkapselen in hun volledige werking, waar dat eigenlijk vandaag al een paar keer naar voren is gekomen, eigenlijk, zodat de weg moet zijn, of de meest ideale weg. Daar hebben we geen concrete cijfers over. Uiteraard, we gaan niet in elk dossier gaan uitpluizen en jij hebt nu 10%, 5%. Een van die speerpunten was planlastvermindering, omdat we er echt ook in geloven dat we daar
zo laag mogelijk planlast moeten krijgen. Ik bedoel, als we dat zouden doen, ja, dan zijn vele kunstenaarsgezelschappen enkel bezig met dat exact te gaan monitoren. Dus dat gaan we niet gaan doen. Maar uiteraard heeft onze administratie wel de cijfers van oké, maar zoveel procent van de middelen gaan nu naar een organisatie die inzet op functie X, Y, Z. Maar dan wel enkel als je alleen op die functie inzet, hè? Ja, nee, ook van de anderen weten we in totaal hoeveel aanvragen dat er enzovoort zijn, maar daarmee weten we nog niet. En ik denk dat dat vooral de vraag is die hier vanavond voor ligt. Exact hoeveel euro's naar die functie gaan? Nee, dat niet, want dat betekent een ander soort boekhouding. En ander soort boekhouding betekent meer werk en dus minder geld en tijd en ruimte voor kunstenaars. En heb je dan het vergelijkend cijfer voor de dossiers die dan enkel inzetten op bijvoorbeeld productie? Dat je dat kunt vergelijken, want ik kan nu niet... Die cijfers zijn er ongetwijfeld, ik heb ze nu niet mee. Maar ik heb ze nog wel eens opgevraagd, maar ze zijn nog niet tot bij mij. Dat vroeg ik inderdaad bij die ronde af, omdat ik het gevoel had dat heel weinig participatieprojecten... Als we weten dat er de vorige keer 58... Wacht, even kijken. Hè. 58 organisaties die hebben ingezet op participatie en waarvan 37 in combinatie met andere functies. Dat geeft ook al een klein beeld. Ja, maar dus het punt van de middelen is eigenlijk... Het is makkelijk om participatie aan te vinken natuurlijk. En daar dan iets heel kleins rond te doen. Hè. Dus het gaat over welke verhouding neemt dat eigenlijk aan in het werkveld. Hè. Maar goed... Ik geloof erin dat als een organisatie dat doet... Dat geloof moeten we wel hebben. Is dat die organisatie dat zo goed mogelijk gaat doen. En liefst, en indien zij dat zelf niet kan doen. Dat zij daar allianties gaan aangaan met andere partners die daar meer in gespecialiseerd zijn. Maar dat vertrouwen moeten we wel geven aan de organisaties, want anders ga je daar echt als een schoolmoeder boven zitten en gaan controleren. En wat doe je nu met elke euro? Ja, die gewoonte hebben we niet en gaan we ook niet naartoe. We geven vertrouwen aan de organisaties en hopen dat zij daar het beste mee doen, wat zij daarover denken daarmee te moeten doen. En uiteraard, om de 5 jaar zijn er dan beoordelingscommissies en anderen die daar op een kritische manier ook naar kijken, naast uiteraard de jaarlijkse of de tweejaarlijkse visitaties van de administratie enzovoort. Ja, ja. En een ander... euvel dat ik nog even wil aankaarten, is expertise in de beoordeling bij participatie. Ook heel veel, ik hoor hier meteen gelach in de zaal. Ja, veel organisaties en kunstenaars hebben de ervaring dat hun dossiers gelezen worden door mensen die te weinig weten van participatie. Hoe gaan jullie die kwaliteitsbewaking doen rond beoordeling? Ja, dus dat is toch zo een van... Ik heb niet alle hervormingen opgesomd van het nieuwe kunstdecreet, maar dat is nog een iets waar we mee bezig zijn, is om die beoordelingsmethodiek ook even terug tegen het licht te houden. We zouden het eerder gaan richting disciplinegerichte commissies, ook wat grotere commissies, om juist alle mogelijke expertise wel mee aan tafel te hebben. Maar dan kijk ik ook naar jullie natuurlijk, want ben ik niet of zijn wij niet die de beoordelingen gaan doen, maar het is ook aan jullie, de sector, om voldoende mensen met de capaciteit en met de ervaring en de kennis om die projecten op een gedegen manier te oordelen, om die ook richting de beoordelingscommissies te sturen, om juist die diversiteit van mogelijke projecten daar mee aan tafel en mee te laten beoordelen. Dus het is een en-en verhaal. Disciplinegericht, versta ik dat goed, dat je een theatercommissie zal hebben, een danscommissie, een muziekcommissie? Zie je het zo? Ja. Artistieke discipline. Het zijn artistieke disciplines. Het staat ook in de nota die ik daarnet vernoemde. Dan zal podiumkunsten zijn, audiovisueel, dus grote discipline. Juist omdat we ook meer vanuit een landschap denken willen gaan kijken. Om ervoor te zorgen, zoals daar juist gezegd, dat je geen 10 dans- of theatergezelschappen die met één kunstenaar bezig zijn. Ik bedoel, dat gaat nu niet gebeuren, maar ik bedoel, je kan heel veel verschillende dossiers hebben in een bepaalde richting, terwijl andere disciplines of subdisciplines ofzovoort minder ondergesneeuwd of meer ondergesneeuwd geraken. En juist daarom, om dat landschap volledig op een juiste manier ook te kunnen zetten, gaan wij meer vanuit die disciplinegerichte benadering gaan werken. En misschien toch ook een multidisciplinaire commissie. Transdisciplinair, ja. Ja, het is dat. Maar ook daar
gaan we rond die begrippen duidelijk moeten werken. Dat is geen evidentie, om dat helder af te bakenen. En wat is nu het verschil met, en ik ga het niet invullen, maar dat zijn wel, ja, het zijn wel definities die we ergens moeten trachten proberen helder te krijgen, net zoals we dat met participatie nu verder scherpstellen. Oké. Okay. Wat denk je, Katrien? Is er toekomst voor jouw project? Dat weet niemand natuurlijk, hè? Want iets op papier reflecteert natuurlijk ook niet noodzakelijk een realiteit. Hè? Ik weet het niet, nee. Als ik mij al moet indelen in een discipline, wordt het al moeilijk. Hè? Want de finaliteit is een podcast, dat is eigenlijk niet audiovisueel, dat is audio. Podcast, dat is geen discipline, radio is geen discipline binnen het kunstendecreet. Dus ik kruis theater aan, want ik kom uit de podiumkunsten. En ik kruis muziektheater aan, want het is mijn muziek. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet of dat ons daar, of dat daar goed is om dat op die manier op te delen. Voor mijn praktijk niet en voor heel veel praktijken die ik ken, zeker van onafhankelijke kunstenaars, dus niet zozeer de huizen die in hun productioneel beleid vaak wel gewoon zeggen wij doen dans of wij doen dat of zo. Maar makers zijn toch echt veel meer crossover bezig en met mediaal. En ik weet niet of dat die dat zo gemakkelijk zullen vinden om hun praktijk op die manier zo. Voor mij klinkt het wel ouderwets, maar misschien is dat niet. Transdisciplinair zal er sowieso in zitten en dat zal voor de eerste keer ook... En dat gaat iedereen heel... dat aankrijgen. Ja. Ja, maar je moet wel een manier vinden. Ja. Ja, bedoel, nee, misschien is dat niet de manier. Hè? Misschien, nee, oké, okay, maar dan zeg ik... En dan ben ik de voorbije weken en maanden heb ik bijna niks anders gedaan om die gesprekken juist te voeren. Mm-hmm. Als iemand een andere, een betere... Maar ook werkbare. Mm-hmm. En werkbare zowel voor de aanvrager als voor administratie en beoordelaar, waar dat ook monitoring op mogelijk is. Ik geef gewoon een paar. Heel mogelijk, vind, ja. Heel graag. Mm-hmm. Ja, ja. Maar we beginnen in een late fase te komen voor de creatie. Dus, Oké, maar een open mogelijkheid maar voor iedereen. Hoeveel kunstenaars bepalen eigenlijk mee zo'n decreet? Goed dat je het vraagt. Of mensen die in de praktijk van het maken staan, zo'n mensen? Wel, in dit geval zeer veel. In die zin dat we zijn op basis van de visienota verder beginnen nadenken, uitwerken enzovoort. En dan zijn we eigenlijk, heeft de minister ook de vraag gesteld van kijk, en zoals in de visienota staat, we willen dat samen met sector gaan doen. Hebben we een groep samengesteld van een 12-tal mensen die rond die principes zijn gaan nadenken. Ik was daar heel bewust niet bij, om de kunstenaars, en daar zaten kunstenaars in, daar zaten vertegenwoordigers van grotere huizen, van kleinere huizen, van dans, van podiumkunsten, van audiovisueel, noem maar op, een hele matrix opnieuw, zodat we eigenlijk alle mogelijke stemmen mee aan tafel hebben. En dus ook heel bewust kunstenaars die in de praktijk staan, die hebben 2 keer 3 dagen opgesloten in Aldenbiezen. Dan heb ik gezegd van, kijk, ga er maar rustig door. We hebben 1 voorwaarde gesteld. Als je niet akkoord bent, geef een alternatief. En die nota is ook, daar verwees ik juist naar, die nota is ook openbaar gemaakt, zodat we met die input ook verder het decreet kunnen aanpassen, verder uitwerken. Dus dat is eigenlijk een zeer participatieve manier om aan de slag te gaan. Daar hebben we voor gekozen en hebben we ook gedaan. Kijk, ik zie participatieve beleidspraktijk. Oké, okay. Bravo. Wat niet kan gesubsidieerd worden binnen participatie, binnen het kunstdecreet. Okay. Die nota bestond al en mensen mochten daar 3 dagen onbetaald over nadenken. Ik begrijp niet wat daar zo participatief aan is, sorry. Dat is voor mij participatief. Ja, maar goed. Ik wil ook helemaal niet aanvallen. Nee, maar ik wil ook wel heel even zeggen, alle gesprekken, ik ga geen opzomming maken van alle gesprekken die ik met kunstenaars, met huizen, met gezelschappen dagelijks doe... Dat is onwaarschijnlijk veel tijd. Ik bedoel, je kan niet iedereen altijd aan tafel zitten. Dus je moet een methodiek vinden om alle stemmen zo gemakkelijk en zo goed mogelijk te capteren. Daar hebben we ons toe geëngageerd en dat doen we ook. We zijn nog niet uitgepraat, denk ik, hè, over het beleid. Misschien waren er nog heel veel vragen en wordt ongetwijfeld vervolgd. Hè. Dank jullie wel voor het gesprek, Bart en Katrien. Dank jullie wel ook andere sprekers. En dank jullie wel, publiek, om hier te zijn. Het was een aangename, gezellige zaal, ondanks de maskers, heb ik het gevoel zo.
Oké. Okay.